Geluk is maakbaar. Een eye-opener voor mij was... Je mag zelf bepalen wat iets betekent. Je kunt kiezen wat je doet met dat wat jou overkomt. Een doel is iets anders dan een wens. Geluk zit in je. Mijn naam is Michael Pilarczyk. Ik help mensen om hun mooiste leven te leven. En ik noem dat ook wel personal performance coach. Waar ik dankbaar voor ben, voor de bloemetjes aan de bomen. Voor de zon die schijnt, van de mooie schittering van de zon in het water. Natuurlijk van mijn allerliefste vriendin Cindy. Ik ben heel dankbaar dat we al zo lang samen zijn en dat we zoveel plezier en geluk met elkaar mogen meemaken. De rust die ik heb gevonden in mijn leven, voor de stilte die ik mag opzoeken. Ik ben dankbaar voor heel veel mensen met wie ik mag werken, die heel blij zijn. Momenten waar ik echt wel heel erg voel ook dat ik echt dankbaar ben, is als ik op mijn boot zit en ik zeil over die golven en het is zo'n mooi dagje met niet te veel wind en de zon die schijnt en je voelt die warmte op je huid en dan hoor je dat ruisen van de wind en het klotsen van het water en dan lijkt het wel alsof je in een hele grote sprookjes Efteling-achtige omgeving bent. Ik vind dat zo mooi, daar kan ik echt oneindig van genieten. Geluk is maakbaar. Het resultaat van hoe je denkt en wat je doet en hoe je je voelt. En als je denken en je zijn en je handelen, als dat met elkaar in overeenstemming is, dan denk ik dat je je gelukkig voelt. Als je met jezelf op een goede golflengte zit. Als je jezelf kunt begrijpen. Dus ja, geluk is maakbaar. Ik heb dat ook geleerd van een van mijn Tibetaanse monniken. Die zei, Mike, net als dat je heel veel andere dingen in het leven moet leren, moet je ook leren hoe je gelukkig kunt zijn. Dus ja, het is maakbaar. Mijn allergrootste wens is dat mensen op deze planeet wat aardiger en verdraagzamer met elkaar om willen gaan. Het klinkt bijna alsof ik Miss Universe wil worden en dan zeg van ik wil vrede op aarde. Vroeger lachte ik daar altijd om, maar als je naar de intentie kijkt is die heel erg goed. En als we om ons heen kijken, de mensen om je heen, op straat, de mensen met wie je dingen doet. Ik denk dat we wat aardiger en wat vriendelijker met elkaar kunnen omgaan. En dan wordt het een hele leuke plek om op te leven, deze aardbol. En ik denk dat we heel veel liefde en verdraagzaamheid nodig hebben. En het klinkt misschien wat klef, maar dat is wel een van mijn grootste wensen. Ja. Ik krijg niet zo heel vaak stress. De laatste keer dat ik een soort van een ongemakkelijk gevoel kreeg, was toen mijn boek uitkwam. En we hadden een uitverkocht theater en toen belde de drukkerij op dat de boeken vertraging hadden en waarschijnlijk niet op tijd gearriveerd zouden zijn in Nederland. Toen heb ik alleen gezegd, wat kunnen we doen om te zorgen dat het voor elkaar komt? Dat is de grootste stress die ik heb en verder heb ik niet heel veel stress. Maar misschien begrijp ik wel niet wat stress betekent. En als je niet weet wat het is, kun je het denk ik ook niet hebben. Ja, ik denk wel dat er dingen zijn die mij frustreren af en toe, als het toch niet zo gaat zoals ik wil. Want ik wil heel graag wel dat het gaat zoals ik wil. En wij hebben ook een bedrijf en ik onderneem natuurlijk ook. En dan heb je plannen en je hebt wel een bepaalde visie. En dan moet het wel een beetje gaan zoals je dat bedacht hebt. En als dat dan niet zo gaat om tal van redenen, dan kan ik daar wel eens een beetje minder happy van worden. Maar waar ik wel eens echt teleurgesteld over ben, is meer als ik zie hoe we met elkaar omgaan. En daar kan ik wel eens, triest is misschien een te groot woord, maar daar kan ik wel eens een beetje droevig van worden. Ik was een aantal dagen aan het zeilen. Ik was vertrokken vanuit Noord-Portugal. Ik was een paar honderd mijl op zee op de Atlantische Oceaan in mijn eentje. Het was prachtig weer, harde wind was, ik weet nog wel, het was harde wind, maar het was mooi weer. En ik kan me nog heel goed dat moment herinneren, de derde ochtend. Het wordt licht en ik hoor achter me een geluid van iets wat uit het water springt. En ik kijk om en ik zie een dolfijn met me mee springen, dansen op, zoals ik het noemde, het ritme van de oceaan. Dat moment was voor mij echt het moment dat ik me realiseerde dat ik 3 dagen lang aan niets had gedacht. En dat moment was voor mij, denk ik, het grootste keerpunt in mijn leven dat ik realiseerde dat dat kon. Dat je kon leven in de leegte en de stilte. Ik leef bijna altijd in dat moment. Ik heb dat moment weten vast te houden. En ik heb soms wel eens het idee dat ik op een soort stand-by-mode sta. En als je me even aan wil zetten, dan moet je even zeggen, druk op het knopje. Maar ik ben heel vaak echt in die modus van totale leegte. En soms voel ik het ook alsof ik, nou wel,
weet ik veel, 100 miljoen planeetjaren verderop ben. Als ik alles opnieuw zou mogen doen, dan zijn er denk ik altijd wel een paar dingetjes die je anders zou doen. En ik denk dat ik wel hier en daar misschien wat roekeloos en hoogmoedig ben geweest in een bepaalde periode in mijn leven, zo'n beetje eind 20, begin 30. Dat zou ik nu wellicht iets genuanceerder aanpakken, maar ik zou het nog steeds doen, omdat je risico's moet nemen in je leven om een volgende stap te kunnen maken. Ik zou denk ik echt veel eerder me zijn bezig gaan houden met bewustzijn en inzicht. En ik denk dat ik, als ik het had geweten, misschien wel al als 10 of 15-jarige zou gaan mediteren en me daar veel meer mee bezig zijn gaan houden. Maar ik ben wel gelukkig zoals het is gegaan, ondanks de diepe dalen en de tegenslagen die er zeker zijn geweest. Een missie klinkt altijd wel als een heel groot ding. En ik denk wel, nu dat ik echt op een missie ben en dat die missie wel gestuurd is of aan mij gevraagd is en ik heb daar ja op gezegd. Maar meerdere mensen in mijn leven de afgelopen jaren die zeiden, Mike, jij bent een boodschapper. En je hebt een bepaalde boodschap die je moet vertellen. En dat is denk ik wat ik nu doe. En daar word ik nog steeds in getraind door tal van mensen die me daarbij helpen. Maar dat is niet iets wat je leert of wat je uit een boekje kan leren. Het is puur het zuivere zijn, contact maken met het alweten, contact maken met de universele kosmos en daar je antwoorden uithalen zonder na te denken. En dat is dus ook vaak wat ik doe. Ik schakel mezelf uit, mijn ratio schakel ik uit en ik ben eigenlijk alleen nog maar een doorgeefluik. Feitelijk een vertaalmachine om mensen inzicht te geven. Ik denk dat dat een missie is. Ik vind dat een mooie missie. Ik doe dat met heel veel liefde en plezier. Ik word er heel erg blij van en dat is denk ik nu en voor de rest van mijn leven mijn levensmissie.